Ja, het is gewoon alles in het dorp. Voetbal op vis na dan. Maar het is gewoon heel belangrijk. Je wil gewoon de beste van je dorp zijn. Het is een historische, unieke wedstrijd tussen twee teams die een sportpark delen. Maar de Spakenburgse derby van morgen zou voorlopig zomaar eens de laatste kunnen zijn. Want IJsselmeervogels, de rooien, vechten tegen degradatie. IJsselmeer moet wel winnen om bij te blijven. Ja, anders gaan we waarschijnlijk degraderen. Dus we hebben weinig keus. Het is gewoon alles of niets nu eigenlijk. Die derby is waar iedereen in het dorp naar uitkijkt. En de rivaliteit tussen beide clubs bereikt dan ook een hoogtepunt. Je groeit ermee op. Het is er altijd, die wedstrijd. En je leeft er altijd naartoe. En normaal ben je vrienden met elkaar. En deze week dan is het gewoon elkaar een beetje pesten. Niet tegen elkaar praten. Beetje... Ja, als je dit wint ben je de club van het dorp. De blauwe zijn veilig, maar de rooien zouden dus zomaar kunnen degraderen naar de derde divisie. Maar wat zien de blauwe eigenlijk liever? Degradatie van IJsselmeervogels of die bijzondere derby behouden? Dat IJsselmeervogels degradeert, sowieso. Het klinkt heel lullig, maar het is echt zo. Oh, laat ze eens maar een jaartje ploeteren daar beneden. Laat ze maar een jaartje degraderen. Nou, een paar jaar terug toen Spakenburg degradeerde naar de derde divisie. Ja, toen kregen wij natuurlijk een jaar lang lachende gezichten... Dus voor mij zou het nu wel lekker zijn, stel hun degraderen, dat we gewoon even terug kunnen lachen, zeg maar. Ik weet dat het niet zo lief klinkt, maar zij hebben het ons ook gegund en ik gun het ze vanuit de terug. Maar zover is het nog niet. En de rooien hebben er nog alle vertrouwen in. De laatste derby is het sowieso niet, want we hebben nog 5 wedstrijden te gaan. En wij zijn rood, wij zijn nergens bang voor, we gaan het gewoon nog redden. Misschien niet reguliere competitie, maar die na-competitie pakken we die 6 wedstrijden. En dan staat gewoon volgend jaar de derby gewoon weer op het programma.